Bingo Town! Welkom dames en heren bij een nieuwe donderdag verrassing. Vandaag laten wij zien hoe stagiaires bij Banya Town kast in elkaar zetten voor een Banya Town studio. Dit is Jeff Weerts. Jeff heeft ook een YouTube kanaal, maar die gaan we niet noemen in deze video. Jeff heeft soms een beetje moeite met het dragen van dozen. Vooral grote dozen met heel veel hout erin. Wat ben je nou, Jeff, ben doen? Jeff. Je bent toch wel voorzichtig met onze spullen, hè? Heb je jezelf bezeerd? We hebben geen verzekering hier, dus als iets kapot gaat of jij gaat kapot, dan heb je een probleem. Gewoon rustig aan, jongen. Til vanuit je rug. Kom op. Til vanuit je rug. Als je voor je 30 een hernia wil hebben, dan moet je zo doorgaan, Jeff. Zoals jullie kunnen zien, hebben stagiaires van Banya Town af en toe een beetje hulp nodig. Het zijn stagiaires, dus ze moeten natuurlijk nog veel leren. Net als Jeff. Jeff moet ook nog veel leren. Maar Jeff is nog jong, dus hij heeft alle tijd om te leren. Nou Jeff, kom op. Godverdomme. Duw de doos erin. Duurt ook altijd zo lang bij jou. Ik bedoel, we betalen je... Nee, oké, we betalen je niet, maar... Nou, godverdomme, laat ik... Je laat toch niet die spullen vallen, Jeff? Jeff is af en toe een beetje incapabel. Jeff heeft een milde spierziekte, waardoor hij af en toe dingen laat vallen. Maar we accepteren Jeff zoals hij is. Hier zien we Jeff met een boor. Jeff, een boor is niet grappig hoor. Ik weet niet wat je lacht. Misschien, Jeff, moet je eerst even de doos openmaken. Ja, laat het vallen. Vooral, ja, lul, laat het godverdomme vallen. Zet maar gewoon neer. Ga op je knieën. Op je knieën, goed zo. En doe de doos langzaam open. En voorzichtig, hè, want als het niet goed is, dan moet je terugsturen naar het IKEA. En wat ga je doen met die boor? Jeff, nee. Godsamme, die jongen zegt zo, mijn god, wat heeft zijn moeder misgedaan. Gewoon rustig met je handen openmaken, jongen. Goed zo, ja, nou, oké, je lijkt naar binnen de kleuter. Nee, een kleuter zou het nog beter openmaken waarschijnlijk. Jeff, oh ja hoor. Bardo, de EHBO-doos. Jeff heeft zich weer bezeerd, ja. Ja, die jongen, nee. Ik weet niet, wie heeft die jongen aangenomen? Maar goed. Ja, Jeff, dat moet je eruit halen. Ja, heel goed. Dat is het deel van de kast die jij in elkaar moet zetten. Hier zien we Jeff met een handleiding. Maar Jeff kan helemaal geen Zweeds lezen. Dus Kallax is voor hem helemaal geen duidelijk woord. Hij ziet het allemaal niet meer zitten. Hè, Jeff? Precies. Dat dacht ik ook. Maar niet opgeven, Jeff. Kijk, Jeff is druk bezig met de kast. Dat is leuk, want dan hoeven wij niks te doen en moet Jeff al de kutklusjes doen als stagiair. Leuk hè? Wil jij nou ook stagiair worden bij Banya Town? Stuur dan een mailtje naar contact@banyatown.nl. Dan antwoorden we binnen 6 maanden. Of tenminste, misschien dat Jeff eerder reageert. Dat ligt eraan. Als we Jeff dat laten... Zullen we Jeff dat laten doen jongens? Nee. Goed, Jeff, als jij doorgaat met die kast hè, dan sluit ik hier de video af. Doei. Doei Jeff. Lul.